Paul Monsels, gewezen korpschef van het Korps Politie Suriname, is afgelopen zondag op 77-jarige leeftijd overleden. Monsels heeft de politieopleiding in Apeldoorn, Nederland gedaan, zegt de oud-hoofdinspecteur van politie Leroy Codogan. Hij geeft aan dat Monsels van 1983 tot en met 1986 waarnemend korpschef was. In 1986 werd hij korpschef en opperbrandmeester. Die functies vervulde hij tot en met 1 januari 1994. Codogan zegt dat de Monsels heel streng was. Agenten moesten altijd nadenken over zijn woorden wanneer ze werden aangesproken. Hij was zeker een strenge man, maar een rechtvaardige man. En wat er gebeurde is dat hij natuurlijk binnen het korps die organisatie vanuit de bovenkant heeft bekeken. En heeft dan opgemerkt dat er een aantal afdelingen moesten worden geïntroduceerd binnen die organisatiestructuur. En zo heeft hij een afdeling OP, de zeer bekende OPZ, heeft hij opgezet. De afdeling voorlichting en hoe het ook verder heet, heeft hij ook opgezet. En nog een paar andere afdelingen waarop ik de naam niet zo kan vallen direct. Maar de afdeling was ook een intern controleapparaat, een orgaan die natuurlijk interne controle deed. Dat heeft hij ook opgezet. En ja, hij heeft een aantal dingen meegemaakt. Natuurlijk, dat zijn historisch hier vanaf 1969. Dus je kunt zich voorstellen dat de 80er jaren zijn niet aan hem voorbij gegaan. Codogan zegt dat er ook collega's waren die niet door één deur gingen met Monsels. Iedereen die in Nederland was afgestudeerd, moest werkervaring opdoen op verschillende afdelingen in het korps. Maar er was werkelijk een beetje sceptisch. Sapchi moet die zeggen, leer me. Weet je? En daar moesten die uit Nederland afgestudeerde politieofficieren ook een beetje aan wennen. Maar gaandeweg de rit konden ze elkaar beter begrijpen. Want de jonge politiemensen die uit Nederland kwamen, die moesten toch een aantal dingen in de praktijk meemaken en leren. En die oude jongens van ons, die waren kei daarin. En als je ze op afstand hield, dan kon het makkelijk voorkomen dat je brokken maakt. Niet vanwege je kennis, maar vanwege de praktische omstandigheden die jij niet kent. En daar waren de zittende niet in Apeldoorn afgestudeerde officieren goed in. En ik denk dat naderhand dat ding van, ik moet maar Holland zeggen, Contemi, is goed verweven tussen jonge officieren en oudere officieren. En ze moeten elkaar hier vaak ook in de mes. En ze spraken over allerlei dingen. Dus na een tijdje is het wel beter gegaan met ze. De afgelopen jaren moest Monsels diariseren. Codogan hoopt dat de Wijlen Paul Monsels een staatsbegrafenis krijgt, want dat heeft hij wel verdiend.